Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker een potje Call of Duty spelen. Maar eerst wil ik een paar dingetjes aanhalen. Want er is weer een nieuwe update. En de update van vandaag is een nieuwe Battle Pass. Ofwel een Season Pass. Ja, hoe moet je het echt noemen? Het is de Operation Absolute Zero. En de Zero is dus een nieuwe specialist. En die gaan we vandaag gaan uitchecken. Je hebt een soort EMP nade. En je hebt ook als main specialist dus een dingetje waarmee je mensen kan gaan gekken. En ja, we hebben de nieuwe Battle Pass hier. Er zijn een paar nieuwe dingen toegevoegd. In totaal zijn er 100 tiers dat je moet proberen te halen. Er zijn nieuwe camels, nieuwe pakjes, nieuwe wapenvarianten. En zelfs een nieuw wapen die je kan gaan krijgen. Dus dat is super chill. Er zijn ook weer nieuwe special orders. Zoals je ziet ben ik nu bezig met de Valkyrie. En na de Valkyrie zal ik de Saturian proberen te halen. Maar ik heb daar nog 2 dagen voor. Dus ik heb alle tijd. Plus er zijn ook nieuwe Blackjack shop items. Zoals je ziet heb je nu de outfit, de Sultana, maar die ga ik in de volgende video gaan behandelen. En hebben we ook nog nieuwe camels. Maar ja, die camels zijn niet echt heel speciaal om te behandelen in een video. Dus ja, we gaan even de specialist bekijken hier. Want je kan dat hier zien, de Zero. Hebben we al een pakje voor? Ik denk het eigenlijk niet. Oh, we hebben holiday pakjes. Ja, die kunnen we wel aanzetten. Ziet er wel vet uit deze. Die zetten we aan. Zo, moet je kijken. Oh, die ziet er echt wel sick uit hoor. Ja. Dus we gaan een potje spelen met deze specialist. En ik zie jullie dus in een potje. Alright, we zijn in een potje aangekomen. En onze teammate Toxic Duck of zo gebruikt ook deze specialist. Dus we zullen zien wie het beter kan gebruiken. En ik ben benieuwd hoe deze specialist werd. De pak is wel super vet. En het is wel ook super vet dat ze al nieuwe dingen hebben toegevoegd. Het is op de map firing range. En ik heb de Merox in mijn handen. En ik heb geen zin om nu dood te gaan. Ik snap eigenlijk eerlijk gezegd niet waarom die vent niet dood kan zijn. Oh, Call of Duty is ook iets te lang geleden. Oh, thanks teammate. Lekkere kill bro. Oh, Call of Duty is echt te lang geleden. Misschien moet ik iets met sensitivity omhoog gooien. En ze hebben veel dingen aan de settings aangepast, zie ik ook. Maar het is precies of... Ja, ik weet niet, ik speel de laatste tijd wel veel Fortnite. Dus daardoor kan ik mijn sensitivity misschien niet meer gewend zijn. Maar ja, ik vind het sowieso lastig om weer even in te komen in Call of Duty. Maar zoals je ziet heb ik mijn specialist ability. Ik heb een UMP nade. En die kan je gewoon gooien. Ik heb nu mensen hit. Wat er gebeurt. Nu heb ik het ook. Iemand heeft het ook gedaan met mij. Dus je ziet, alles is weg. Je hut is weg. Je minimap is weg. Je redot site is weg. Alles is weg. Dus dat... Nou, het is wel vervelend als je op je hoofd krijgt. Ik moet zeggen, ze hebben deze specialist niet overpowered gemaakt. Ze hebben er goed over nagedacht. En ja... Laten er nog meer specialisten bij komen, zou ik zeggen. Want nieuwe specialisten zijn altijd leuk. En zit er hier eentje boven te kamperen, joh? Hallo, oh ja. Thanks, teammate. Ah, kut. Ik had ze alle drie geraakt, hè. Alle drie ook. Maar ja, mijn kogels waren op. En als die kogels op zijn, dan kan je niet meer schieten. Zo, dat zijn er 2. Oh my fucking god. Ze komen achter me. Goed, hè. Scheef rijden. Oh my god, die was echt scheef. Oh, nee. Ah. Vet pakje hebben we trouwens, zei je. Oh, we hebben weer onze nade. Oh, we zijn gecounter UAV. Oh, ik heb er zoveel. Ik heb er iets van 3 ge-EMP daar. Waar zijn ze? Ik had...
By the way, ik had er daar zoveel geëmpied en ik kom niemand tegen. Oh, ik kan hacken, ja. Ik heb een specialist. Ready to hack. Oké, we gaan hacken. Wat het is, nu kunnen wel mensen meezien op de map waar ik aan het hacken ben. Kijk, ik ben iedereen aan het hacken. Alle, ja, nu ben ik dood. Nu heb ik er echt helemaal niks aan. Ja, dat was eigenlijk goed. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je 1 per 1 de enemies moet hacken. Heeft die enemy dat je aan het hacken bent een scorestreak, dan neem je het gewoon over. Zeg maar, heeft die een chopper, dan neem je de chopper over. Ik kan het vergelijken met de Black Hat van een andere Call of Duty. Ja, het is een beetje gelijkenis daaraan. En er zit hier eentje te kamperen weer. Die laat ik even zitten en die ga ik nu pakken. Kom maar. Doei jongen, doei. Maar wat het ook is, als je aan het hacken bent, kom je op de minimap te staan. En heb je iedereen gehackt, dan heb je zeg maar ook een minimap overgenomen. Dus zet je eigenlijk zeg maar valse dingen, valse icoontjes. Kijk, je ziet het nu op minimap, iemand is aan het hacken. En ik zie dat hij hier staat, dus we moeten hem killen. Hoppa, is hij gekild, dan is het meteen ook uitgeschakeld, dan ben je niet meer gehackt. Dus dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld, tanks enemy, dat je hem ook gebruikt en even toont aan mij. Oh, sorry teammate. Ah, kut, ja, ze zaten met z'n drieën. Iemand is weer aan het hacken, je ziet dat het icoontje op de map, het is een soort, moet je zeggen, een soort longen die je ziet op de map, of een... Nee, het is een uitroepteken, het is gelongen. Hoppa, nu is hij dood, nu hebben we er geen last meer van. Het is wel een goed uitgewerkt concept van die specialist. Zeg maar, dat als je het killt, dat meteen afgelopen is. Want anders, dan wordt het overpowered. In Advanced Warfare had je ook een system hack. Maar dat was dan een score streak. En als je dood ging, ging die nog steeds door. Maar ja, we kunnen Advanced Warfare niet vergelijken met deze game. Maar... ik vind het super vet. En we hebben onze hack specialist weer. Oh, die vent, jongen. Oké, ik ga het overnemen. Nu. Overnemen. Hoppa, vierkantje. Ice pick unavailable. Wat is dit dan? Waarschijnlijk is iemand al bezig. Of is er al... Ja, je ziet de teammate is hier bezig. Je kan er maar één tegelijk doen. Dus ja, ik kan hem eigenlijk nu activeren. Potje zit er toch bijna op. Hoppa, activeren. Dus ja, 2 enemies, 3 enemies, 4 enemies, 5 enemies, 6 enemies. Hoppa. Nou, de enemies zijn gehackt. Ze zijn hun minimap helemaal kapot. En nu hebben ze hem wel terug. Want ik ben al meteen weer dood. Ja, je ziet het. Het is niet te overpowered. Het is een beetje oppassen. Als je het heel goed wil gebruiken, moet je eigenlijk oppassen dat je echt niet dood gaat. Misschien kan het je helpen. Voor een nuclear streak. Dat je de enemies, zeg maar, dat je geen, hoe heet dat? Dat ze geen UAV meer hebben. Misschien kan je dat helpen bij een nuclear streak. Je kan het eigenlijk vergelijken met EMP system van Black Ops 2, maar veel, echt veel kleiner. En een potje zit erop. Het potje zit erop. Enemy UAV above. Aposto! Porco Dio! Oh, iemand is boos. Iemand is hard boos. Oké. 21, 12. We hebben het overleefd. Oh, dat was een lekker trippeltje. Maar jongens, de video zit erop. Hebben jullie genoten? Dus zeker een duimpje omhoog. En ik zie je de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.